Nee, was je vrij vandaag, maatje? Was je vrij? Als ik hier was, dan ga ik naar opa. Hoeveel jaar ben jij? Drie. Zoveel? 1, 2, en nog 1. 1, 2, 3. Zoveel. Aan het tellen ben jij nu. 1, 2, 3. Ik kwam in de speeltuin aan, ik moest even zoeken. En toen had ik het kwartenstraat gevonden. En toen kwam ik binnen. Het was heel mooi weer, hartstikke druk. En ik doe de deur open en ik zie dus allemaal kinderen, helemaal leuk, gezellig. En toen was er een kindje die viel. En ik denk, oh, nou, automatisch raap je dat kind op. Ja, dat was automatisch. En ik pakte een zakdoek uit mijn zak en ik veegde die snoet af. En achterin zat het bestuur en die hadden mij al gezien. En die dachten, hey, die heeft affiniteit met kinderen. Kom je ook bij Jannie? Kom je ook bij Jannie? Kom je ook op de kruk? Ga maar op de kruk, schat. Hey. Hallo. Volgende week Sinterklaas. Ja, gezellig. Gezellig, hè? Ja, oké. Zijn dit je kleinkinderen? Nee hoor, het zijn gewoon kinderen uit de tuin. Okay. Ik heb wel vaker hulp, zoals je ziet hier en daar. Maar die kleintjes die willen altijd, zij wil, maar hij wil natuurlijk ook. Ja. 34 jaar kok geweest en ik ben gestopt omdat ik eigenlijk wat anders wou. Toen dacht ik, ja, wil ik dit de rest van mijn leven doen, die stress? Nee, ik wil nu wat vrolijks doen. En kinderen zijn vrolijk. En kleine kinderen zijn nog vrolijker. En toen was ik 50, toen dacht ik, nou, ik ga toch proberen om eens wat anders te doen. Volgende week zaterdag Sinterklaas, hè? Ja. Dan heb je haar leuk. Dank je. Ja, leuk. Ja, moet iets anders. Ja, nou, iets anders. Ja, precies. Heel anders en beter metamorfose. Oh, we hebben hem. Kijk eens. Die doen we op je neus. En een doos rozijnen. Zullen we dat doen? Zullen we dat doen? Zullen we dat doen? Oh, hele dikke klopper. Lijkt me een hele dikke klopper ook, hè. Ja, niemand kan hem gaan plotten. Zo, hou je die vast? Kijk, dan krijg je geen rare blauwe neus. Dan krijg je een hele rare blauwe neus. Dat doet zeer. Waar is ze ook gevallen? Nee, ja, ja, ze viel volgens mij uit dat autootje. Oké. Dus zo. Vertel. Mag ik een tosti alsjeblieft? Ja, natuurlijk. Tosti! Helemaal koud wordt die schat. Helemaal koud. Heb je hem al? Ja, bijna. Kijk eens lieverd. Oh, Jannie had zo vaak geroepen. Oh, jij was helemaal bij de grote kleinwagen. Oh, bij de grote. Oh, ja, nee, zeker. Kijk eens. Vol aandacht. Eet smakelijk, hè? Nou, dan moeten we even kijken of we dat kunnen vinden. Want je had zo'n ding. Hoekje zit niet de hele dag. Speeltuin. Kijk hier. Oh, hier van de tekening. Oh, ze hebben de tekening. Oh, dat ziet er heel anders uit, hè? Ja, dat, ja, maar dat was ook niet zoveel. Die oude glijbaan die weggehaald is, die stond er. De zandbak. Ja. En die twee schommels. En die twee wipkippen die overleden zijn van vorig jaar. Ja, en dat is het. Ja, die weggehaald zijn. Weet je wel, die overleden dingen. Hier kom je dan binnen. Ja. Maar meer was er ook niet. Want ik weet nog wel dat ze vertelde dat ze op de randje zaten. Want hier woonden toen nog niet zo'n hele rijke mensen. En die deden dan ook spulletjes aan elkaar verkopen. Weet je dat? En er werd gerookt en er werd gewoon gedronken. Want er was gewoon echt alleen maar voor de buurt, ja, was het hier. Toen was het inderdaad gewoon nog roken en drinken. En, ja, echt roken en drinken. En hadden ze niet zoveel geld en dan zaten ze hier op de bankjes, op die als een soort regeltjes. Vlooienmarkt zaten spulletjes aan elkaar. Dat heb ik wel gehoord, ja. Grappig is dat, hoe zo'n wijk dan kan veranderen, hè? Ja. Het parkeerterreintje zal wijken voor de toekomstige speeltuin. Aan het einde van de Kwartelstraat. Dat is toch ook niks dit, hè? Ja, en ik heb wel eens gehoord, heel vroeger,
Hiervoor was het een hoerenbuurt. Dus ja, nu... dit is een hoerenbuurt geweest. Ja, dat weet ik niet. Nee, het huis waar wij in woonden inderdaad was een bordeel. Ja, die daar gaat. Ja, leuk hè. En dat is een heel mooi huis waar jullie in woonden. Ja, ja, ja. Prachtig. Ja, vroeger was dat inderdaad allemaal kleine kamertjes. Het mooie van een kind is zich te ontwikkelen op een veilige, leuke manier. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Want dat heb ik zelf nooit meegemaakt. Snap je? Al bij ons thuis was het... Ja, ik ging niet naar een speeltuin. Het was streng. Dat was heel totaal anders. Het is totaal anders dan wat je nu ziet. Wat een kind nu mag. Als wat een kind vroeger mocht. Heb je al geleden? Ben je op een glijbaan af geweest? Zullen we samen nog even gaan? Zullen we nog even saampjes gaan? Ik ben nog helemaal niet in de boomhut geweest vandaag. Ga je mee? 1, 2. Yeah! Yeah! Nog een keer. 1, 2. Yeah! Leuk hè? Gezellig hè? Hammetje erbij? Ja. Nog 2 hammetjes. En je moet nog een stukje kaas. Want dan moet nog eten op de bollenhap. Dus en nog een hapje brood. Twee plakjes. En dan zijn we klaar. Kan dat? Zo, kijk. Nog één. En dan ruimt Jannie die andere op. Naar de voetjes. Trippel, trappel, trippel, trap. Ken je die ook? Ja, maar ik heb nog meer. Ik heb nog meer gieters. Kijk, ze moeten daarin, jongens. Kijk daar. Goed heb opgeruimd, krijgt hij een doos met snoepjes. Mag hij het uitdelen? Nou, dan vechten ze om, want ze willen om zijn beurt allemaal de snoepjes uitdelen. Plantjes. Ik heb plantjes in de tuin. Ik maak het gezellig. Zoals thuis. Een klein stukje thuis, maar dan ergens anders. Alleen, het moet heel veilig. Je moet een heel veilig, gezellig... Het moet een beetje een jas zijn die om je heen zit. Weet je wel? Gezellig. Goedemiddag, dames en heren. Einde van de dag. Wilt u mij helpen opruimen? Even vegen. 16:30 gaan wij sluiten, want het is wintertijd. Volgende week zaterdag, 14:45, inzingen Sinterklaas. Dank jullie wel. Snoepjes bakken. Lekkere snoepjes. Mama Tanja, mogen we de trommel? Gaan we uit. Alle kinderen krijgen een snoepje. Allemaal één. Allemaal één. Allemaal één. Goed zo. Ja. Bijna. Bijna. Nog een keer. Nog een keer. Je mag niet op het dak. Oh, mag niet. Nee. Nee. Als ze namelijk vallen en er ligt een klein kindje onder, dan kan die net op het kleine kind vallen. Nu is het niet druk. Maar een kind weet niet het verschil tussen druk en niet druk. Snap je? Dus je mag klimmen op de boomhut.
ik zou als moeder zijnde, zou ik een ouderwetse moeder zijn, ik zou echt alles nog van mijn kind mee willen maken, van A tot Z. Dan ga je mee naar de eentjes, dan ga je koekjes mee bakken, dan ga je mee kleien, dan ga je mee klodderen, dan ga je mee naar de speeltuin. Dan ga je mee naar de tandarts, want dan moet hij ook leren. Dan moet ook leren naar de tandarts te gaan. Ja, hij is open. Je verstaat niet. Hi. Hallo. Gezellig. Jawel, ja hoor, het is een beetje rustig. Ik had het zo gezellig als je langs zo'n familie loopt, langs een huis. En dan zie je allemaal van zo'n tafel met allemaal van die kinderen. En dan zie je zo'n vader en zo'n moeder en dan zo'n lamp. Ja, het klinkt heel ouderwets. Maar dan kijk ik naar binnen en denk ik, oh, wat gezellig. Ja, dat vind ik leuk. Nou, ik was een jaar of 25, toen kwam ik er echt achter dat het gewoon niet ging, dat het nooit zou kunnen. Nou ja, goed, daar leg je dan bij neer. Dat is niet leuk, maar daar leg je dan gewoon bij neer. En daardoor ben ik eigenlijk altijd aan het werk gegaan. Als ik nu bijvoorbeeld een kindje zie in de totteltuin, een babytje, vind ik altijd helemaal geweldig, hè. En dan mag ik dat kindje vasthouden en dan denk ik altijd zo, oh, dan gaat er hier wel wat kloppen, ja. Dan word ik altijd wel een beetje emotioneel, ja. Ja. Weet je, er zijn ook mensen die zeggen tegen mij van, hoe doe jij dat dan? Ja, dan weet ik niet hoe ik dat doe. Ik doe het gewoon met mijn hele hart, want ik hou van de totteltuin, snap je? Het is mijn kind, het is mijn ding. Wat ontzettend fijn dat ik weer hier in de Torteltuin mag zijn. Want wat ziet het er hier prachtig uit. Ik heb een hele speciale Piet meegenomen. Dit is een hele speciale Piet. En dat is een hele speciale Piet. Maar er is nog een speciale Piet. En die kan ik even nog niet zo gauw vinden. Dat is Piet Jannie. Waar is Piet Jannie? Piet Jannie! Piet Jannie! Piet Jannie! Ja, daar komt ze aan hoor, daar komt Piet Jannie aan hoor. Piet Jannie! Ja! Kijk eens, Sinterklaas! Dit is mijn allerspeciale Piet. Het is niet een echte Piet, hè? Nee. Maar jullie kennen er allemaal wel, toch? Ja, juffrouw Jannie. Ja, Sinterklaas. Dit is eigenlijk mijn stoel, hè? Ja. Maar eigenlijk vind ik dat u er even op mag staan. Op het lief! Ja, gaat u er even op staan. Op het eng. Hou je me wel vast, Zwarte Piet. Oké. En dan wil ik van iedereen, voor juffrouw Jannie, voor Piet Jannie, een heel hard applaus. Oh, dankjewel, Sinterklaas. Ik vond dit een hard applaus, maar ik vind dat het harder kan. Dit was hard. Wat een eer, hè? Het kan nog harder, hoor. Ja, kan het nog harder? Ja, kan nog harder. Helpen. Hey, luister. We gaan zo naar de macro. We hebben nodig speculaas. Ja. Chocolademelk. Smurfjes. Smurven. Oh, dat is ook leuk. Die nemen we mee. Lekker. Lekker blauw. Lekker blauw. Nee, blauw. Oh, ja. Zo ongezond als mijn grootmoeder. Van die melk met zo'n verbrand smaak. Van die vellen.